Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat we hier met elkaar Kitty Kottie mogen vieren. 1 juli 2021. Wat heb je net gegeten? Heri heri. Een Creoolse maaltijd had ik net begrepen. Hoe was het? Echt lekker, ja. Een tijdje geleden weer. Bakkeljauw en heel veel knollen. Ja. Aardgroenten. Ja. Dat we samen kunnen zijn. Dat we inzetten op trots. Op hoop. Op toekomst. Op verbinding. Wat deze dag voor mij betekent. Het uitbreken of zo. Gewoon uitbreken van onderdrukking of zo. Ik ben nog pas best wel jong met mijn ouders op vakantie gaan naar Suriname. En toen ik over de plantage liep, toen gewoon echt een huilen uitbarst of zo. En die pijn die ik daar voelde, daar ga ik altijd wel een beetje naar terug vandaag. En dat vind ik wel mooi aan zo'n feestdag. Ja. En GGT is vergeten. Een schitterend licht dat heel even aan de horizon prijkt. Dat vanavond toch opduikt. Meer dan een eeuw na zijn verdwijning. Hier, in het theater, in de Schouwburg van Rotterdam. Ik vind het toch een soort van iets wat wel gevierd moet worden en wat vaker ook in de aandacht moet staan. En ik denk ook eigenlijk dat dit iets moet zijn wat gewoon nationale feestdag moet worden en waar veel meer mensen in mee moeten gaan. Beste gij die mijn voorvader zijt. De afgelopen jaren speelde u een spel met mij. U gaf me tekens en ik heb ze gevolgd. Van Rotterdam naar Paramaribo, van Rome naar Recife. Maar telkens als ik op het punt stond op uw staart te trappen, sprint u door. Ik denk dat het wel heel goed is als het een vrije dag wordt. Of in ieder geval een vrije dag wordt voor de mensen die het willen vieren. Een plengoffer is een eeuwenoud ritueel Afrikaans gebruik. Waarbij water of sterke drank op de aarde geplengd wordt. Om de scheppende god en de moedergodin en de voorouders om hulp te vragen. Ja, ze gaf mij een hand en zei van, oh, je bent kunstenaar. Zou je niet voor de Winticultuur maskers en beelden maken? Kitty Kottie, het is niet alleen de Surinaamse geschiedenis, het is ook de Nederlandse geschiedenis en misschien zelfs de geschiedenis van heel de wereld. Dus het is juist belangrijk dat we erover praten en dat we elkaar begrijpen, want dat verbindt uiteindelijk ook ons allemaal. Vrijheid is een woord. Door ieder oor anders gehoord hier en daar in de kiem gesmoord. Matende. Zumbia puya. Matende. Zamanakitoki. Matende. Zikinza. Matende. Zwart katoen. Huaya. 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 Yeah. Ayumama.